Hey daar, goedemorgen. Good morning, bienvenuto. Is dat überhaupt een taal? Welkom bij een nieuwe video van Julian Knows. En vandaag ga ik het hebben over iets waar ik het eigenlijk niet over wil hebben. Want op het moment dat ik erover ga praten, ga ik mezelf eraan herinneren dat het over 2 weken weer tijd is voor school. Maar ja, daarentegen, school is natuurlijk hartstikke fun op zijn momenten, soms. Oké, maar mijn eerste thoughts over het begin van het schooljaar zijn een beetje gemixt. Eén, omdat het is letterlijk een flashback naar middelbare school toen ik van jaar 1 naar jaar 2 ging. Kijk, op middelbare school was het super exciting. Je ging van het natuurlijke jaar 1 verplicht naar jaar 2 verplicht. En nu is het anders. Nu moet ik mijzelf, zeg maar omdat het studeren is, moet ik mijzelf vrijwillig pushen om door te gaan met school. Weet je nog die keren toen je ongeveer in de 4e zat van de middelbare school, toen je tegen jezelf zei, ja, ik heb het nog steeds, dat is niet weg. Alleen het is nu zeg maar 4 keer verdubbeld, want ik moet dus mezelf nu pushen om naar school te gaan. Ik weet mijn god niet hoe dit gaat lopen. Want de ene persoon zegt dat je 2e jaar een stuk moeilijker zal zijn dan je 1e jaar. Geloof ik graag. Sta ik erop te wachten? Nee. Maar ik begrijp, kijk, bij mijn opleiding is het zo. Ik moet de 1e jaar 60 punten hebben behaald. Nou, niet moet, zeg maar dat is wel het doel. Als je dat niet doet, moet je een jaar 2 die toetsen herhalen. Zodat je alsnog die punten van jaar 1 hebt. En je moet in jaar 2 ook al je punten halen. Zodat je in jaar 3 stage kan lopen. Het is echt een verwarrend verhaal oprecht. Sherlock is nog zelfs logischer te begrijpen dan dit hele verhaal. En ik dacht van oké, dit jaar ik heb bijna al mijn punten. Er zit een hele zware druk op mijn schouders. Alsof ik niet zwaar genoeg was. Nu til ik niet 500 kilo van mezelf. Maar ik til ook nog een extra 500 kilo erbovenop. Ik ben een fucking vrachtwagen. Is een vrachtwagen 1000 kilo? Maar wat ik wel dus zeker weet is dat het wordt exciting. It's very fun. Ik heb er zin in. Maar aan de andere kant. Ik voel de last op mijn schouders nu wel. En het wordt heftig. Dus get ready dit jaar om heel veel breakdowns te zien. En mij op de vloer zien huilen met heel veel kipnuggets. Want blijkbaar bezorgt Uber Eats. Dus dat is helemaal top. Ik hoef de deur niet meer uit voor mijn Mac. Ugh, warm. Ik kan dit niet handelen. Oh, ik ben laat. Hier zijn dus mijn thoughts over het nieuwe jaar van mijn opleiding. Be sure om hier in de comments onder te zetten wat jouw thoughts zijn over het nieuwe schooljaar. Het maakt niet uit of je nou op middelbare school zit of studeert op het HBO of universiteit. Laat hier in de comments onder weten hoe het met jou is en wat jij erover denkt. Of je er klaar voor bent en zo niet. Wat er aan de hand is. En misschien kan ik je wel helpen met iets. You never know. Het is niet dat ik zelf alles op orde heb hoor. Maar ik bedoel maar. Uiteraard zijn er nog veel meer video's van Hogeschool van Amsterdam die je kunt bekijken. Daarvoor klik je hier en hier op het scherm. Vergeet ook niet te liken en te subscriben en deze video zoveel mogelijk te delen met jezelf en al je vrienden. En dan zie ik jou de volgende keer weer gewoon terug hier bij mij. Dank jullie wel en joe!